Wil Groot is deze weken veel in Howard te vinden. Zijn boek waarin hij schrijft over zijn leven met HIV is net uit en brengt hij persoonlijk langs bij familie. Dag broer. Waar ben ik dan eigenlijk eindelijk en ik kom even het boek bij je signeren. Toen ik zelf hoorde dat ik HIV-positief was in 94, toen het was voor mij geen angst. Een van de grootste problemen die er voor mij was, was het kenbaar laten maken bij mijn familie en bij mijn vrienden. Mooi gedaan, hè? Het merendeel van de tijd is Wil in Zuid-Afrika. Daar richtte hij twee tehuizen op voor aidswezen. Dit jaar is het 10-jarig jubileum van zijn stichting, wat in 2007 begon met slechts een droom. Volgende morgen belde ik mijn oudste zuster op en ik zei tegen mijn oudste zuster van... wat zou je ervan vinden als ik voor 9 maanden naar Afrika ga? En toen ben ik aan de slag gegaan, onderzoek. En in 3 maanden tijd was Stichting Willen en Doen was opgezet. Een week voordat ik wegging terug naar Nederland, was ik de bedden in elkaar aan het zetten. Met andere woorden, mission completed. En mijn droom kwam uit. In hoeveel tijd? In 9 maanden tijd. Ja, het was net een bevalling. In zijn boek vertelt Wil openhartig over zijn levensmissie. Met verschillende projecten in Afrika blijft hij de strijd aangaan tegen HIV en AIDS. Moet je realiseren, hier in het Westen hebben wij, de eerste cocktail was er in 1996. Je bent 11 jaar verder en die mensen daar hebben nog steeds helemaal niets. De opbrengsten van het boek gaan naar de stichting Willen en Doen.